dag allemaal, mijn naam is Momtumin. Mijn naam is Talha. Mijn naam is Jansu. We gaan vandaag naar plein 4045, we gaan naar Redouan. We gaan vragen wat hij doet met de duurzaamheid en plastic en groente en fruit. Ik wil dat we alle afval die overblijft op de markt zoveel mogelijk gaan hergebruiken. En dan lokaal, dus dat we zeg maar dingen afval verzamelen hier in de buurt en dat we het hier in de buurt weer gaan hergebruiken. We zijn al begonnen met bijvoorbeeld plastic, met name plastic kistjes. Die zijn we aan het verzamelen en die brengen we naar het Mundus College. En het Mundus College die wil van dat plastic willen ze weer andere spullen gaan maken die we kunnen hergebruiken. Wat doet u met verrot groente en fruit? Nu nog niks. Het groente en fruit gaat nu nog naar het afvalenergiebedrijf Amsterdam. Dat zit daar bij Sloterdijk. En daar wordt het gewoon verbrand. Maar dat is niet slim. Dus wat wij gaan doen, we zijn bezig om een andere bestemming te vinden voor het groente en fruit. En wat we er eigenlijk mee willen gaan doen in de toekomst, is dat we het willen gaan verzamelen van de markt. En dan willen we het naar een bio-vergister brengen. En een bio-vergister, het is een apparaat waar zeg maar van groenten en fruit en brood wordt gas gemaakt. En dan kun je weer energie opwekken. Hallo, ik ben Erfa en jij bent? Voerken, en we gaan vandaag mensen die in eendagzaak werken, gaan we interviewen. Ja, wij zijn van de Noordmanschool en wij gaan deze plek waar ze groenten gaan redden, gaan we interviewen. En onze hoofdvraag is, hoe komen ze aan deze groenten? Van waar vinden jullie de ingrediënten? Ja, nou, er is een hele vriendelijke groenteboer hier in de wijk, waar ik 's ochtends mag langskomen. En elke ochtend sorteren ze uit wat niet meer mooi is om te verkopen, maar wat nog wel goed is om te gebruiken. En dat mag ik meenemen. En achter me, kijk eens, zie je fruit, groenten. En dat zijn we nu aan het uitsorteren. En dan gaan we een keuze maken welke soep we daarmee kunnen maken. Hoe begon dit? Want wanneer kwam dit? Ja, in de zomervakantie zag ik dat deze ruimte leeg was en dat ze mensen zochten die hier één keer in de week iets wilden doen in de buurt, voor de buurt. En ik wilde graag mensen ontmoeten in deze wijk. En één ding dat ik heel leuk vind is koken. Dat kan ik goed. En op die manier kan ik mensen aan mijn tafel krijgen en kan ik leuke gesprekken met ze voeren. En dat kan iets betekenen voor mensen die niet zo heel veel centen hebben, of die eenzaam zijn, of mensen die gewoon leuk vinden om mensen hier te ontmoeten. Hallo, ik ben Heidi. Ik ben Nicolas. Ik ben Noorjan. En we zijn nu bij de tuin van Brett. We gaan ze allemaal dingen vragen over recyclen en zo. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ben ook benieuwd hoe ze dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Waarom heet dit eigenlijk de tuin van Brett? Ja, dit is wat wij hier hebben gedaan. Het was eigenlijk de droom van Wouter Valkenier om hier het eerste circulaire bedrijfterrein van Nederland op te richten. En hij zag deze plaats. En het was eerst een bouwplaats. En Brett is het paviljoen hierboven. En dit was eigenlijk een lege bouwplaats en daar wilde hij dit terrein maken. Bedenkt u dat allemaal? Of zijn er ook mensen die u daarmee helpen? Ja, heel veel. We zijn een groot team. We zijn allemaal verschillende mensen. Zo zijn we bijvoorbeeld ooit begonnen dit project bij het station Sloterdijk. Samen met Gijs, Jair en Anton. Dus dan werken we samen en dan bouwen we projecten. En het liefst gebruiken we allemaal oude materialen. Dus zo direct kan je even rondkijken. Dan zie je bijvoorbeeld oude balken of kozijnen of ramen. En dan daar maken we een nieuwe gebouw van. Ik zag hier dus allemaal oud materiaal en ze zeggen dus dat ze dit oud materiaal allemaal weer opnieuw gaan gebruiken om ja, nieuwe dingen mee te maken. Want ze gooien dus geen spullen weg, ze gebruiken het weer gewoon opnieuw. Hallo allemaal, wij doen met onze school Noordmanschool op de Louis Couperusstraat doen wij een project over het milieu. We gaan vandaag met naar Waternet, kijk daar naar de bussen. En we gaan nu richting de bussen. Doei. We zijn nu weer bij de busjes, kijk maar. We hebben een man tegengekomen van het Waternet. Hoe heet u, als ik vraag hem af? Ik ben Raymond. Hij heet Raymond en we gaan zo meteen een stukje rijden. En dan gaan we kijken naar het riool via een camera. We hebben twee vrachtwagens ook bij ons die het riool voor ons schoon gaan maken. En dan kunnen we zo meteen gaan we zien wat er allemaal in het riool zit. Dit zijn dus de spullen die u gebruikt. Ja. Ik ga de put openmaken. Kijk uit, het is heel diep. Ik ben Momek.
Ik ben Ida. Ik ben Enes. En wij gaan vandaag naar Climate Cleaner. We gaan vandaag Roy Straven interviewen. Wat doen jullie hier? Wij verzinnen hier methoden of manieren om op een natuurlijke wijze beter met grondstoffen om te gaan en CO2 uit de lucht te halen. Hoe doen jullie dat? En we doen dat via zeewieren. Die kunnen heel veel CO2 uit de lucht in zeewier opslaan. In deze bakken groeien we zeewier en dat heet Ulva lactiva. En dat is een zeewier uit de Noordzee. En dat is een van de snelst groeiende zeewieren. En wij testen hier hoe het groeit en hoe we daar materialen van kunnen maken, zodat we de CO2 die het opneemt gedurende de tijd dat het groeit, hoe we dat dan vast kunnen leggen. Is dit een zeewier? Dit is het ook eten. Hebben jullie al ontbeten? Nee. Deze zeewier voelt echt lekker. Kijk maar. Voelt echt lekker. Echt waar. Van waar komt deze gebouw? Het gebouw bestaat uit 9 zeecontainers. Deze containers die hebben jarenlang op zee rondgevaren om allemaal materialen per schip te vervoeren. Nu hebben ze hier opgestapeld, boven elkaar. Ook de andere gebouwen die hier omheen zitten zijn van zeecontainers gemaakt. En wat heel interessant is, is we hebben de gevel ook bekleed met oude houten vloerbalken. Dat zijn balken, die kun je aan die kant zien zo. Die zijn gemaakt van vloerbalken, die werden vervangen. Die moesten worden gerenoveerd. En die hebben nu eigenlijk geen draagkracht meer, want eerst draagden die een vloer. En nu hebben ze aan de buitenkant tot een houten gevel verbouwd. Hoe komen jullie eigenlijk aan dit oud materiaal? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is altijd moeilijk om die te vinden. Maar als we project beginnen, dan vragen wij bijvoorbeeld onze opdrachtgever, hebben jullie projecten die gaan slopen, waar we materiaal uit kunnen halen? Of er zijn al in Nederland een paar bedrijven die ook sloopmateriaal verkopen. Dus we proberen altijd nieuwe methoden te vinden om materialen te oogsten. Ze maken zeep van vet. Eerst maken ze dat schoon en daarna wordt het in zeep veranderd. Ja. Ik wou u interviewen over de zeep die u maakt van frituurolie. Dus hoe bent u hier aan gekomen als idee? Nou, ik ben van Kaskeland en we zijn een groep. Wij zitten hier in de wijk en wij runnen hier de eendagzaak. En op een gegeven moment zijn leerlingen van het Kalland Lyceum, dat is een middelbare school hier in de buurt, zijn naar ons toegekomen en die hadden een project. En het eerste deel van dat project is dat zij dus ook de scheikunde gingen uitzoeken achter het maken van zeep. Want zeep is eigenlijk heel makkelijk. Je neemt gewoon vet en dan doe je een ander stofje bij en dan wordt het vanzelf zeep. En hun idee was dus om daar oud frituurvet voor te gebruiken. Het is technisch gezien chemisch afval en je moet het op speciale plekken inleveren. Maar wat heel veel gebeurt is dat mensen dat niet goed weten en dat ze het daarom door de gootsteen gooien. En dat levert enorme problemen op, want het is enorm moeilijk voor het waterzuiveringsbedrijf om dat er weer uit te krijgen. En het geeft blokkades en we moeten riolen gaan repareren. Nou ja, kijk, hier aan de bovenkant zie je al wat vet zitten. En dan kunnen we dan gewoon met de camera kunnen we dat allemaal bekijken. Wat voor vet is dat? Nou, dat is al gewoon vet van allemaal mensen die van koken, mensen die frituurpannen in het riool gooien, doekjes die mensen doorspoelen, van alles wat. De mensen die gooien het in het riool, maar ja, het is niet de bedoeling dat het hier al in komt. Het is de bedoeling dat het ergens anders naartoe gebracht wordt. Het zorgt voor verstoppingen. We hebben er veel werk aan om het eruit te halen. Het hoort hier niet. Zie je, hier zie je allemaal ook troep, slip, zand, vet, doekjes, noem maar op. Eigenlijk het enige wat je er eigenlijk echt in het riool mag gaan is plas, poep en papier, wc-papier. Dat zijn de enige drie dingen die eigenlijk in het riool thuis horen. Maar je komt van alles tegen. Kijk, dit zijn van die proppen van papier en noem maar op. Maar dat mag er wel in. Nee, dat mag er allemaal niet in. Dat zijn allemaal doekjes. Kijk, als je goed kijkt, kan je ook zien dat die doekjes, die vergaan niet in het riool. Zie, die blijven gewoon, die blijven gewoon bestaan. Die breken niet af. Dit is geen papier. Dit zijn allemaal van die billendoekjes. Nou, je ziet al, dit vormt nu al een prop in het riool. Dus hoe meer doekjes er op een gegeven moment achter komen te zitten en vast zitten. Dan houdt die water tegen en dan krijg je dus verstoppingen.
En dus dat idee om dat, daar dan zeep van te gaan maken, is ook om een soort bewustzijn te creëren en mensen ook een soort van te laten zien dat afval niet zomaar afval is, maar dat het ook nog allerlei dingen kan worden en nut kan hebben. Ja. En dat je niet alles zomaar weg hoeft te gooien. Hoe doet u het eigenlijk? Welke ingrediënten? Ja, nou ja, we beginnen dus met heel smerig frituurvet. Nou, en dit is niet, hier kan je niet zoveel mee, want het is gewoon, het stinkt. Er zit nog, je ziet er nog allemaal korreltjes in drijven. Dus het eerste wat wij doen is dat we het filteren door een papieren filter. Dat haalt het trofste vuil eruit. En dan maken wij het schoon met een spul en dat heet actieve kool. En misschien ken je dat wel als Norit. Dat is een medicijn dat je ook krijgt als je diarree hebt. Maar wat dat doet is dat het heel veel afvalstoffen vasthoudt. Het blijft daar een vast klitten als het ware. En dat mengen wij dus door die olie en dan filteren we dat vervolgens nog een paar keer uit. Nou, hier zie je het. Hier heb ik het één keer gefilterd, dan is het nog helemaal zwart. Maar op een gegeven moment wordt dat wat helderder. Ja. En daarmee zijn alle gevaarlijke stoffen eigenlijk uit de olie. En dan maak je er zeep van door er loog aan toe te voegen. En dat is een chemisch middeltje. Kom. Pas op dat je er niet in valt, hè? Kijk, dit hebben ze gevonden. Wil je verruiken? Is het vies? Ik ga thuis nu zeggen dat niemand het vet mag ruiken. Heel goed. Ook tegen mijn familie. Heel goed. Zo wordt het ook. Ja. Nou, gaan we hem even langs zuigen. Goed. Heeft u vroeger iets goeds gedaan voor het milieu? Of ik iets goeds gedaan heb voor het milieu? Ja. Ik probeer zo milieubewust mogelijk te leven. Rekening houden met dat we deze wereld overgeven aan jullie. En dat jullie ook gewoon in een schone, nette omgeving kunnen leven. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen? Nou, ongeveer een jaar geleden kwamen er een paar ondernemers bij elkaar hier in Prodok. En die dachten, het klimaatprobleem is zo groot en er heeft eigenlijk niemand een plan hoe we het kunnen oplossen. En die zijn samen wat plannen gaan maken over hoe we alle CO2 die er nu te veel in de lucht zit, hoe we dat gezamenlijk de komende jaren uit de lucht kunnen halen. Dus die hebben een plan gemaakt om via natuurlijke methoden de natuur te herstellen, maar ook de ecosystemen waar alle dieren en alle planten in leven, om die te gaan herstellen en op die manier eigenlijk CO2 uit de lucht te halen. En dat plan was er nog niet, er had nog niemand een plan om echt CO2 uit de lucht te halen. We hebben natuurlijk allemaal plannen om minder te vliegen of minder vlees te eten. Dat hoor je heel veel. Dus om dingen minder slecht te doen. Maar we dachten, hoe kunnen we nu echt dingen beter doen en waarde toevoegen aan de natuur om ons heen? Dit is van onze kleine geit, omdat je ons zo lief hebt geholpen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Het was me een waar genoeg om jullie wat bij te brengen. Ik hoop dat jullie er veel van op zijn gestoken en dat jullie er wat in de toekomst ook mee gaan doen. Heeft u nog tips voor ons? Tips voor jullie. Probeer zo goed mogelijk afval te scheiden. Hoe vroeger je dat leert, hoe meer effect dat zal hebben. Zet je in voor je buurt. Zorg ervoor dat je in een mooie, nette omgeving leeft. Hou je eigen omgeving netjes. En als er mensen zijn die de omgeving niet netjes houden, dan mag je ze er best op aanspreken, vind ik. Dankjewel voor de tijd, dankjewel voor de interview.